COVID-19, een besmettelijke ziekte die eind 2019 voor het eerst opdook in China en zich wereldwijd verspreidde. Sinds 11 maart is er officieel sprake van een pandemie en kent Nederland een intelligente lockdown. Men moet zoveel mogelijk thuiswerken en bijeenkomsten van meer dan 100 mensen zijn verboden. Sindsdien ging het land steeds een stukje verder op slot en werd onze vrijheid ingeperkt. In ziekenhuizen kwamen de IC-bedden in rap tempo voller te liggen en het schoonmaken van je winkelwagentje werd ineens vanzelfsprekend. Inmiddels gaan we weer de goede kant op en worden de beperkingen stap voor stap versoepeld. Maar niet iedereen kan het oude leven zomaar weer oppakken. De crisis laat duidelijk zijn sporen na. Sommige wonden zijn niet te genezen. Wat heeft deze pandemie veroorzaakt in onze regio? En is het ergste inmiddels voorbij? Dit is de coronabeschouwing. Het COVID-19-virus heeft iedereen in onze samenleving getroffen. Maar welke effecten heeft het nou daadwerkelijk gehad op onze regio en wat hebben we hiervan geleerd? In deze laatste aflevering blikken we terug en kijken we vooruit. We vatten samen wat we in de voorgaande afleveringen hebben geleerd en de tips die we hebben gekregen. Maar eerst gaan we helemaal terug naar het begin van de intelligente lockdown. Die blauwe supermarkt heeft het misschien een beetje over zichzelf afgeroepen, maar ook in andere supermarkten werd volop gehamsterd. Voor de Albert Heijn aan de Sint-Jacobslaan was het een extra bijzondere tijd. Na een flinke verbouwing werd de winkel heropend midden in het hamstertijdperk. Hoe zag voor jullie het begin van de coronacrisis eruit? Nou, wij hebben natuurlijk maar het begin van de coronacrisis niet echt meegemaakt. Toen was de winkel nog gesloten. Dus voor ons was het heel verrassend wat er allemaal leefde. Toen we open gingen. En dat was op 25 maart. Mm-hmm. En toen kregen we eigenlijk, we wisten natuurlijk corona, maar toen kregen we met de klant, met de leveranciers, met de regels van de RIVM, met de regels van HK, van het hoofdkantoor te maken. Toen begon echt corona bij ons te spelen. Ja, heeft het bouwen van de supermarkt eigenlijk ook nog invloed gehad op de hele situatie? Nee, uiteindelijk waren alle plannen klaar. Het enige wat wel uiteraard invloed was, dat we tijdens de bouw ook rekening moesten houden met de 1,5 meter, met alle afspraken en voorschriften die het RIVM of de overheid met ons deelde. U zegt ook net dat jullie hebben het begin niet meegemaakt. Merkt u wel nu nog steeds dat er bepaalde producten harder gaan dan andere producten? Het koopgedrag eigenlijk? Nou, dat begint zich nu wel te stabiliseren tot normaal. Dus we hebben nog lange tijd toch dat mensen graag met toiletpapier aan de slepen gingen. Mm-hmm. Dan zie je dat de bakproducten en de rijst, pasta producten toch even nodig gehad hebben om dat weer te herstellen. Nou, dat is nu zo goed als normaal geworden. Oké. Okay. En hoe is het gedrag van de klant? Is er een soort van gespannen sfeer in de winkel of wordt het wat minder? Of hoe is die ontwikkeling? Nou, de ruimte die we krijgen vanuit de overheid, van de RIVM, dat zie je dat ook ruimte komt bij de klant. Waar het begin heel erg gespannen was, heel erg gericht op die 1,5 meter, heel erg gericht op dit gaat niet goed, het is te druk. Zien we nu dat die klant mee blijft denken met elkaar om die 1,5 meter te handhaven. Maar uiteindelijk krijgt dat wel letterlijk en figuurlijk wat meer lucht. Oké, want in heel veel supermarkten zie je ook nog mensen die toch met meerdere tegelijk de winkel inkomen. Dus bijvoorbeeld 2 personen en dan ook allebei een apart wagentje. Is dat hier ook zo? Tuurlijk is dat hier ook. Er zijn momenten dat we dat zien, spreken we de klanten aan. We gaan niet tot verbieden over. We hebben de wagentjes afgeteld tot 250, terwijl we er eigenlijk officieel 400 in de winkel mogen hebben als je de 10 vierkante meter aanhoudt. We hebben op 250 geven uit. Als die op zijn, dan is het ook echt op en dan staan de klanten te wachten. Lopen de klanten die als koppel met ieder een wagentje, dan zijn we eerder bij die 250. Is vervelend, maar over het algemeen zie je dat de klant in zijn algemeenheid daar wel rekening mee houdt. En soms vragen het ook en dan wacht een van de twee gewoon buiten. Oké, en onder het personeel, is er daar iets veranderd ten opzichte van... Het personeel is natuurlijk ook in het begin heel erg attent geweest. Wij leefden letterlijk dus met corona op dat moment. En daar hebben we ook alle de regels nog een keer op weggezet. Als je kijkt naar vulploegen, een aantal mensen, combinatie
combinatie klanten met de medewerkers. We hebben medewerkers uiteindelijk ook de hesjes aangegeven, zodat duidelijk zichtbaar was dat ze aanwezig waren voor de klant ook. Hè. Dus om uiteindelijk samen dat spel te spelen. En dat wordt nu ook steeds meer rustiger en begrip voor elkaar. En kunnen we dan nu misschien zeggen dat de rust een beetje is wedergekeerd weer in het winkelier? Ja, maar dat is ook wel de valkuil. Dus je moet attent blijven met elkaar, je moet die afstand houden, je moet die karren blijven scheiden, je moet die anderhalve meter met elkaar bemiddelen. Daarom geven wij nog steeds eigenlijk de verplichting om met de kar boodschappen te doen. Dat is niet omdat wij de aantal karren niet aan kunnen, maar vooral om die anderhalve meter met elkaar te waarborgen. En ja, dat vind ik belangrijk. Oké, en stel je voor dat er toch nog een soort oplaaiing komt van het virus. Zijn jullie daarop voorbereid? Hebben jullie een scenario bedacht? Nou, wij hebben een regieteam zitten in Zaandam. Die bedenkt dat voor heel Albert Heijn. En dat vertalen we door naar de plaatselijke omstandigheden. 90% is voor ons bedacht. Omdat het ook past vanuit RIVM, vanuit het hoofdkantoor, vanuit Centraal Beleid. En soms moet je op, dat kan winkelspecifiek zijn, moet je wat aanpassingen doen die bij de winkel behoren. En ja, goed, die worden dan ook gedaan. Oké, dus in principe ligt er gewoon een soort recept klaar? Ligt een absolute recept klaar, dat we, als er iets gaat gebeuren waar we dan op terug kunnen pakken. Om uiteindelijk dan, ja, laten we niet hopen van die tweede golf aan te kunnen. In elke aflevering brengen we een bezoekje aan Startup Nijmegen. De plek waar startende ondernemers net dat extra steuntje in de rug krijgen. Vandaag spreek ik met Michail Fragiadakis. Hij heeft een online coachingbureau. Michail komt oorspronkelijk uit Griekenland, maar is voor zijn vrouw naar Nederland gekomen, die werkzaam is in de zorg. What I do is help my clients get self-knowledge and self-awareness. Oké, je bent je komt van Griekenland. Yes, I'm Greek. Ja, waarom ben je in Nederland gekomen hiervoor? Voor de liefde. Oh, echt? Yeah. My wife is also Greek, but she lives here 10 years now. Mm-hmm. She's a nurse in Radboud. We met via internet, so I should either come here or she should come back to Greece. Mm-hmm. And I prefer to come here because I'm a freelancer, so it's easy for me to move. Mm-hmm. Maar als zij in het ziekenhuis werkt, dan moet het voor jullie wel een lastige periode zijn geweest? Not really, because my wife works in hematology. So her patients are in high risk and it's a coronavirus free department. So, but we had to take extra care, not for us personally, but for the patients of my wife. So I was extra careful of what I'm doing. But in any case, I was staying home, so no problem. Okay. En over het bedrijf, wanneer ben je ermee begonnen? I actually started coaching professionally in December. Wat merkte u aan de cliënten bij het live coachen tijdens de coronaperiode? Werd het minder? What I've seen in my clients, because I've been giving workshops to meet people and new clients, I have spoken with around 50 people in this period, and three or four of them have mentioned coronavirus. Okay. So the main challenges people have are different than coronavirus. Mm-hmm. Maybe coronavirus makes the primary challenge difficult, more difficult, but it's not their main issue. Okay, dus eigenlijk is het niet echt een groot probleem geweest? Not the main one. It makes the biggest problem even bigger, but it's not per se coronavirus a problem. Mm-hmm. Apart from the people, of course, that are sick, which are not my clients, or their family members. Nou, wat voor advies heb je voor andere ondernemers? Well, everything depends on our focus. So I would advise my colleague ondernemers to focus on what they have and not on what is missing. Focus on what they control and not on what they cannot control. Then control in the present and the future, instead of focusing in the past. And last but not the least, focus on what they want and not on what they want to avoid. Positief. Dan gaan we toch nog stellen, hoe blijf je dan in contact met de familie in Griekenland? A disappointing thing is that we had to cancel our holidays in April. We were going to go for the whole month in Greece. Mm-hmm. So my parents and my wife's parents would see our
daughter. She's 21 months old. But we have Skype, we have internet. Mm-hmm. So we contact every day through that, and they see their granddaughter, and our daughter sees her grandparents. En voor de toekomst van het bedrijf, hoe denkt u dat het eruit gaat zien? Absolute success. Ja? Of course. Oké. Okay. En helpt startup daar goed bij? What? Helpt de startup daar goed bij? Ja. Yeah. Ja. Yeah. The thing is that I know that I'm an excellent coach, but I'm not a grown-up businessman. So that's the missing part what Startup Nijmegen is giving me. Okay. Help me become a businessman. Oké. Ja, ik weet niet of ik hem aan u de vraag moet stellen, maar heeft u wat van de periode geleerd rondom corona? Yes. Ja, toch wel? Yes. Well, things that I already knew, but now are even stronger inside me. Mm-hmm. For example, that I love my wife and daughter. Okay. I spent 24 hours with them and I said, if I'm to be isolated, I want to be isolated with you. then that everything is temporary. Good things come and go, bad things come and go. Mm-hmm. So all we have to do is wait. Or while we're in a good period, how do we say that? Enjoy while it lasts and be prepared for the bad period. Mm-hmm. That will go away. Zoals deze lifecoach al suggereert, betere tijden zullen komen. Tot die tijd hebben ook de andere startende ondernemers goede tips gegeven voor hun collega's. Kijk even mee naar een kort overzicht hiervan. Wat zou je meegeven aan startende ondernemers nu in deze periode? Niet opgeven. Nee, toch niet opgeven? Nee, gewoon doorzetten. Okay, en deze dingen zullen er altijd zijn en die komen ook altijd weer terug. Dus gewoon doorgaan. En nou ja, wat er net ook al gezegd werd, een beetje flexibiliteit en creativiteit is natuurlijk wel vereist. Maar ik denk dat je vooral gewoon niet op moet geven. Ik denk de meest overduidelijke is gewoon blijf flexibel. Zeker, ja goed, dat is natuurlijk makkelijk praten. Ja, verwacht geen korte termijn winst of een gevulde bankrekening. Want het is geen sprint, maar het is een marathon. Ja, kijk vooral waar de kansen liggen. En probeer zo flexibel mogelijk te zijn dat je daarin ook dat je daarin kan meebewegen. Dus kijk vooral wat er mogelijk is en niet wat er niet mogelijk is. Ja, dat je het gewoon moet doen. Als je een idee hebt en je gelooft er voor de volle 100% in, dan moet je gewoon een sprong in diepe nemen, denk ik. Ja, precies. Want het is hartstikke leuk, je leert er veel van. Helemaal als je jong bent, dan moet je het gewoon doen, want dan heb je de tijd. Mm-hmm. Ja, gewoon risico durven nemen inderdaad. En juist kansen proberen te zien waar misschien andere mensen juist denken van, nou, dit gaat er niet worden. In verband met corona bijvoorbeeld. Gewoon risico durven nemen. En ook vooral niet aantrekken van wat andere mensen denken. Dan denk je, ah, dat is een stom idee of iets. Gewoon je ding doen. Oké. Okay. Dat het belangrijkste is. Naast deze ondernemers besteden we dit seizoen aandacht aan de zorg, evenementen, horeca en het beleid. Als afsluiting van het seizoen kijken we even terug op de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen weken. Ja, ik moet solliciteren. Ja, wat? Eerste keer in mijn leven. Die 1,5 meter handhaven gaat voor ons evenement niet. Nou ja, er zijn gewoon heel veel mensen dood gegaan in deze stad, al vele tientallen. Dat zijn de officiële stages. Maar ze gingen vanuit dat mevrouw overleden was, ze wilden eigenlijk om het te controleren. Het manifest voor de horeca, maar ook voor de retail, betekent eigenlijk dat wij iedereen oproepen die dat nog niet hebben gedaan om tot afspraken te komen tussen verhuurder en huurder. Mm-hmm. En natuurlijk alleen als dat nodig is. En hoe denken jullie dat in de toekomst eruit gaat zien? Zijn jullie bijvoorbeeld voorbereid op een tweede golf, mocht die eraan komen? Ik geloof niet in een tweede golf. Lastige vraag. Ja. Dat vind ik wel een lastige vraag. Je weet natuurlijk niet wat de toekomst gaat brengen. Nee, hoeveel problemen hebben jullie nu ondertussen al gemerkt dat het echt tot zo'n manifest moest komen? Zijn er veel problemen in de stad geweest? Ja, nou, we hebben natuurlijk zelf al gezien dat er ook al horecazaken omvallen. Mm-hmm. Hoe was het voor het personeel dat ze niet meer konden werken? Of om het te horen in ieder geval? Nou,
We hadden een hele hechte team. Dus iedereen, iedereen was wel van slag eigenlijk. Heel erg. Oké, dat waren ook wel de reacties dus. Ja, ze hebben wel verwacht dat het gaat waarschijnlijk gebeuren, hè, want dat was aangekondigd. Maar toen het echt gebeurde, ja, dan zag je dat. Iedereen heel erg moeite had. Ja. De eerste maand van deze coronacrisis was het hier gewoon leeg. Dat betekent geen omzet en dat betekent dat je echt heel moeilijk je vaste lasten kan betalen. En huur is daar de grootste kostenpost in. En uiteindelijk tevreden met de oplossing? Ja, zeker. Vooral de snelheid en de positiviteit van alle partijen, dat was echt een warm bad, zullen we zeggen. Een warm bad? Ja, zeker. Een warm bierbad? Ja, nou, ik heb bier toch liever koud. Precies. Ja, ik ben benieuwd hoe het in de toekomst verder gaat met alle horeca in Nijmegen. Ik hoop in ieder geval dat het meeste ik duim voor ze. Ik duim voor ze dat het allemaal weer bovenop komt. Maar het is niet makkelijk. Bij defilé lopen heel veel veteranen, dat soort mensen mee. En hoe hebben die erop gereageerd? Ja. Ik kan me voorstellen, 75 jaar vrijheid, je bent al wat ouder. Ja. Dat is lastig dan, denk ik. Ja, dat was echt misschien nog wel een van de meest heftige doelgroepen die ook beseft op een gegeven moment van oké, dat kan niet doorgaan. Want normaal gesproken komen de veteranen bij ons ook om elkaar weer te zien. Dus uit een soort van reuniegehalte. Er zijn natuurlijk niet heel veel Tweede Wereldoorlog veteranen meer. Dus we hadden nog wel op de planning staan dat er een hoop nog wel naar Wageningen zouden komen. Die keken daar gewoon heel erg naar uit. En dat kon helaas niet meer. Wat was nou echt dat punt dat jullie de knoop door moesten hakken van het gaat niet gebeuren dit jaar? Toen Rutte zei dat we maar moesten wennen aan het feit dat we naar een 1,5 meter samenleving zouden gaan. Toen hadden wij meteen zoiets zo van 1,5 meter voor ons event kan gewoon op geen enkele manier. Je moet met duizenden mensen 's ochtends vroeg starten. En je kan dat niet op 1,5 meter afstand doen. De wegen worden smaller en weer breder, maar die 1,5 meter handhaven gaat voor ons evenement niet. Toen hij dat zei, was het voor ons zoiets van ja, dan wordt het hem niet. Dus dan ook onder het spel, zeg maar, dan worden er gewoon serieuze vragen gesteld. Dus eigenlijk is het dan gewoon twee vliegen in één knap. Ik bedoel, je houdt ze binnen en je kunt ze informeren over zaken. Nou, de intentie was puur om ze binnen te houden. Dat was ons doel. Gaan we ze gamen met de politie, dat is leuk, dat is nieuw, dat is anders. Misschien blijven ze daarom wel binnen. Al pak je een klein deel van de groep die wel buiten hangt, heb je dat in ieder geval gewonnen. Met minimale inzet. En we hadden eigenlijk gedacht van, we gaan met ze gamen, blijven ze thuis. Maar uiteindelijk was contact heel leuk. Af en toe hoor je ze schieten en dan ben je even heel gefocust op het spel. En daarna heb je weer even een vrij moment waar je weer gaat lopen en verplaatsen. En dan komen ze met vragen. Ja, en die zijn heel open. Nou ja, er zijn gewoon heel veel mensen dood gegaan in deze stad. Al vele tientallen, plus nog vele honderden die ernstig ziek zijn geweest. En dat zijn de officiële staatjes, want we weten de werkgetallen niet. Die zijn zeer waarschijnlijk veel groter. Het meest erg blijft het voor de mensen die heel ernstig ziek zijn geworden en dood zijn gegaan. Ja. En daar vind ik eerlijk gezegd is wat onvoldoende aandacht voor. Zij zijn de enigen die echt snoeihard worden getroffen door de ziekte. Op de IC werd ze de infuuslijn ingebracht. En er kwam een hartchirurg die moest dat doen, want de anderen kregen dat niet klaar. En er zei mevrouw, ja, het zijn mijn longen, ik denk niet dat het corona is. En die vent die zei, als morgen corona de uitslag is, zijn jouw kansen 0%, kansloos, zei die. Just speak for me. 2020 is een jaar dat nog eeuwenlang in de geschiedenisboeken zal verschijnen. Niemand van ons had eerder zo'n pandemie meegemaakt en daarmee ontbrak ook de ervaring in de omgang ermee. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Tot zover het eerste seizoen van de coronabeschouwing. Laten we hopen dat er geen tweede seizoen hoeft te komen. Stay safe. I can't change who I am.